Wat ziet u als de toekomst voor het betalingsverkeer? Ja, de toekomst kijken is altijd een beetje een hachelijke zaak. Maar daarom is het juist zo leuk om bij een congres als dit te zijn, waar je ontzettend veel innovaties ziet langskomen. En voor consumenten is het een beetje als stromend water, hè. Dat hoort het gewoon te doen. Pas als het niet doet, dan word je boos. Maar tegelijkertijd is er heel veel bereidheid bij consumenten om nieuwe ontwikkelingen te omarmen. Hè. Nederlandse consumenten zijn digitaal enorm actief. Maar welke het precies gaan winnen, dat weet ik bijna niemand. En ik hoop natuurlijk van een congres als dit om daar een klein lichtje op te werpen. Wat denkt u dat het met de markt doet, al die nieuwe innovaties en de rol van de banken? Ja, de innovaties die liggen eigenlijk in de toekomst. Hè? Want als je terugkijkt over de afgelopen paar jaar valt het wel mee met die innovaties. Maar er ligt veel in het verschiet. Ik denk dat er andere partijen toe gaan treden. Dus ook niet-bankaire partijen. En die kunnen wel eens voor een hele interessante dynamiek gaan zorgen. Denkt u dat de consument er beter van wordt? Uiteindelijk voor marktdynamiek worden consumenten altijd beter. En van innovatie worden ze ook beter. Maar het zal zeker zo zijn dat sommige innovaties helemaal niet succesvol zijn. Andere misschien onverwacht, fantastisch succesvol. En dat maakt het natuurlijk interessant om over te debatteren. Het kan zo zijn dat een toonbank met 5 apparaten vol komt te staan. Is dat uw wens? Nou, het zou best kunnen dat consumenten, die willen natuurlijk aan de ene kant flexibel zijn in de apparaten die ze gebruiken. Dus soms doe je het online of onderweg. En de volgende keer wil je het misschien thuis doen. Het kan best zijn dat na een tijdje er juist weer een trend komt om het simpeler te doen. En dat iedereen bijvoorbeeld alles op zijn telefoon doet. Wat heeft u nu echt geleerd op dit congres vandaag? Ik heb vandaag denk ik vooral een mooi overzicht gekregen van allerlei ontwikkelingen die er zijn. Soms zijn dat echt marktinnovaties. Soms zijn het ook wel technische dingen die aan de achterkant spelen. En ik hoor mensen dat becommentariëren van elkaar. Dus dat is zeker interessant.